Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 2 vanmiddag kunnen we zien dat de zon met enige regelmaat schijnt. Er trekken ook wolken over het land, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt een stuk lager dan afgelopen week toen het op veel plaatsen boven de 25 graden werd. Vanmiddag is het tussen de 12 graden dicht aan zee en 17 of lokaal 18 graden langs de oostgrens. Vanavond daalt de temperatuur naar zo'n 10 tot 13 graden. In eerste instantie zijn er nog opklaringen, maar in de loop van de avond wordt vanuit het westen de bewolking steeds dikker. Komende nacht is het op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden komen nog een paar opklaringen voor en daar daalt de temperatuur naar een graad of 7. In het noorden ligt het minimum rond 9 of 10 graden en daar gaat het ook af en toe regenen of motregenen. De wind die is westelijk en meest matig in de nacht. Morgen overdag dan heeft een groot deel van het land met wolkenvelden te maken. In het midden en noorden van het land kan al ook wat regen of motregen vallen. In het zuiden en zuidoosten blijft het waarschijnlijk zo goed als droog. En vooral in Limburg kan de zon even doorbreken. Daar wordt het 17 of 18 graden, maar onder de wolken wordt het niet veel warmer dan zo'n 11 tot 15 graden over het algemeen. De wind is matig of vrij krachtig en waait uit het zuidwesten tot westen. De dagen daarna, op woensdag en donderdag, dan hebben we te maken met van tijd tot tijd zon en een matige wind uit westelijke richtingen. Het werkt ook een paar buien over het land, met name dieper landinwaarts kan er ook een klap onweer bij zitten. De middagtemperatuur ligt rond de 13 of 14 graden. Op Koningsdag valt hooguit een enkele bui, maar het droge weer zal waarschijnlijk toch overheersen en er zijn ook zonnige perioden. Het wordt ongeveer 13 graden en er staat niet al te veel wind. En kijken we dan nog even naar de dagen daarna, in de 15-daagse verwachting. Dan zien we dat het in eerste instantie nog een beetje middelmatig lenteweer is. Middagtemperatuur rond een graad of 13 of 14. Pas in de loop van volgende week zien we dat de waaier wat naar boven toe begint uit te slaan. Dus dan nemen de kansen op 20 graden weer toe. En kijken we dan nog even naar de neerslagkansen, dan zien we dus duidelijk dat de koningsdag er even uitspringt met een wat lagere kans op neerslag. Maar over het algemeen is het nog een beetje in de wisselvallige kant. Pas in de loop van volgende week, als dus ook die temperatuur wat hoger kan komen, dan neemt ook de neerslagkans weer wat af. Ik ben Ben Lankamp van Weerplaza.nl.